gedreven. Door het leven worden teksten geschreven. Scherp als een degen of 9 mm. Hier leven de zeven, je begint al te zweten. Hoe zal een kleef aan je boesje van geweven? Stop van nadenken, pijn in je geweten. Bevrijd je van ketens en red andere levens. Van mensen besmetten, holle kreten en vrezen. Van wat ze je leren en in kranten laten lezen. Dubbele tong spreken, waarheden verzwegen. Het verleden en heden, de leugens die ze smeden. Het pad dat we betreden wordt de media gemeden. De politiek bestreden, en wat is de reden? Ze willen ons verdelen, dan kunnen ze ons bestelen. Van vrije rechten, ze willen ons knechten. Geen eenheid, geen kracht, dat houdt ze aan de macht. Zonder dat zijn we rijp voor de slag. We beginnen het steeds meer te merken, dat ze onze vrijheid beperken. We beginnen het steeds meer te merken, dat ze onze vrijheid beperken. Nederland, het land van de christenen en de katholieken, die al vanaf de eerste dag elke stad verzieken. Met opgelegde leefwijzers en indoctrinatie. Boeken verbrand door Tom Hanel van de fucking nazi. En hoe dommer alle volgers, hoe meer ze geven. Omdat ze bang zijn voor de hel en vrezen voor hun leven. Vandaag de dag moet politiek de staat leiden. We zijn vooruit gegaan en houden kerk en staat gescheiden. Tot de twins neergingen, christenen tekeer gingen. Voeven, extremisten, terroristen en bekeerlingen. We zijn weer terug bij af, de mensen stug en laf. Dus bij van God of alle anders volg vlug je straf. We worden voorgehouden dat het om een crisis gaat. Maar ze zadelen ons op met de politiestaat. Legitimatieplicht beveiliging door camera's. Je vrijheid gaat eraan, dus laat maar gaan of ga maar na. We beginnen het steeds meer te merken, dat ze onze vrijheid beperken. We beginnen het steeds meer te merken, dat ze onze vrijheid beperken. Zijn wij in deze maatschappij? Bij elke voedselbank staat er een langere rij. Met mensen door het systeem getroffen. Als de bom bracht, wie gaat er aan stoffen? Op puinruimen, wie heeft een bord voor zijn kop? Mensen hangen zich op aan een financiële strop. Voor al die luxe, zie je ze zwichten. Kritiek verstrekken die de boel oplichten. Met steun van de politiek blijven ze lukken. Mensen door armoede te blijven onderdrukken. Handel je erbij, je hebt moderne slavernij. Je denkt je hebt alles, maar je bent niet vrij. Je moet werken, 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 zonder te klagen. Als ze de inkomens verlagen, ook bij gedwongen ontslagen. De reden van dit alles is zeker interessant. Een zwakke menigte komt nooit in opstand. We beginnen het steeds meer te merken, dat ze onze vrijheid beperken. We beginnen het steeds meer te merken, dat ze onze vrijheid beperken. Je burgerservice-nummer is het enige unieke. Dan spieden ze ons en stoppen ons water vol fluoride. Terroristen, poortjes kijken in je lichaam als ze piepen. Een bodyscan van iedereen dat leven statistieken. Op en na, onder die schoppen kan waarwonden. Voor massa's die klaar stonden, het leven zo zwaar vonden. Door alle domme bewuste gefuckt met je brein, grappie. Aspartaan voor alle baby's, nu lachend en elk happy. Dat is hoe ze roeren, check jouw lucht eens schoon. Zijn alle chemtrails maken de wereld bewust droger. Heers je over het water, dan heers je over alles. Knakken dan aan rapen, kijk eens wie er aan de. Alles. Zo zitten we vast als een rat in een systeem. Machines denken voor ons, zodat we zelf niet heen. Goed omdat de keuze nog langer hoeven te maken. Het jagen op valuta maakt ons nu toch weer tot slaven. We beginnen het steeds meer te merken, dat ze onze vrijheid beperken. We beginnen het steeds meer te merken, dat ze onze vrijheid beperken. In the time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop. And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all.